Hey, Deskazon hier, namens Casper. Ten eerste even bedankt voor degenen die weer zijn geabonneerd op mijn kanaal. Hartstikke bedankt daarvoor. Wij gaan verder met het rondje Hattem. En zeggen van, hey, Asper, normaal ga je toch altijd op maandag testen met video's? Ja, heel goed. Maar ik doe eens een keer een bonus videootje. Een keertje op de woensdag. En we gaan dus door waar we dus zijn geëindigd. We slaan hier af en nu rijden wij op de Kamperweg richting de A50. Ja, dus een bonus videootje hier op de woensdag. Want we moeten even een beetje opschieten, want binnenkort komt de Texel videootjes ook online. Goed, hier zit ook nog een woonwinkel, de Vins. En straks komt er een busje aangereden vanuit de rechterkant. En je denkt van, ik knal hem er nog eventjes voor. Komt hij aan. 1, 2, 3. En plop, ervoor. Je moet flink in de rem. Die bus komt trouwens uit de Beeklandseweg. Nou, hartstikke bedankt meneer De Post. Ja. Ik zal hem er maar voor. Hier zit nog een andere parkeertrein. Ja, dit is een beetje bosgebied. We rijden dus richting de A50. Ik heb hier trouwens geen informatie waar die afslag nou inging. Ik ben natuurlijk de boel aan het volgen via Google Maps, maar daar heb ik even geen informatie over. Ik weet wel dat hij dicht bij wel parkeerplaats Tonnenbergroute zit. Wij gaan hier al afslaan weer. De A50 op. Wat is hier zo? Rechtdoor ga je richting Wezep. Wij gaan rechtsaf de snelweg op. Snelweg op. Rechtdoor zit je ook nog op het circuit Kamperweg. Ja, serieus. De A50. Oftewel de snelweg. Aan de rechterkant zit nu, ja, ligt nu het Zwolse Bocht. Niet zit, maar ligt nu het Zwolse Bocht. Bos. Zo. Zwolse Bos. We rijden dus nu op de A50. Ja, ik dacht tegen mezelf eerst van, hey, laat ik deze weg nou gewoon doorrijden naar de richting Zwolle toe. Maar op een gegeven moment komt er weer een afslag. Hattem. En ik denk, ja, die kan ik ook gewoon nemen. Dan ga ik gewoon via Hattem terug. Maar dat is een beetje fout, want bij Hattem zijn ze lichtelijk een beetje bezig met de weg. Dus ze moeten straks dwars door Hattem heen. Dus uiteindelijk was het niet zo'n goed idee geweest om afslag Hattem weer te nemen. Maar goed, dan krijg je wel weer leuke video's. Oh, hier een zware jongen naast me. Nog steeds rechts en links het Zwolse Bos. En ook voor degenen die richting de Leemkule gaan, ook hier moet je zijn. En zou ik ook afslag Heerde of anders afslag Hattem kiezen voor de Leemkule. Hier passeren we nog een busje. Toet toet. Hier gaan we onder de Leemkuleweg door. Hier staan al bordjes dat wij richting Hattem hier zo meteen af moeten slaan. Kijk maar. Nog 1200 meter. Ja. Ja, ik zat hier al een beetje in dubio. Wat ga ik doen? Ga ik rechtdoor of ga ik hier rechts afslaan? Ik
koos uiteraard voor rechtsafslaan. Niet zo'n slim idee geweest, want in Hattem zijn er alleen maar wegwerkzaamheden. Maar goed, krijg je wel weer leuke videootjes. Hier rechts dus voor de afslag Hattem en Wezep. Ik zit hier achter een vrachtwagentje. Hier heb ik toch al besloten om dus inderdaad naar rechts te gaan. Hier is de afslag. En oké, richting Hattem maar. Laten we het maar doen. Bovenaan kun je links Keizersweg op. Dan ga je richting Wezep. Wij gaan rechts de Hessenweg op. Dat is hier zo. Links Keizersweg richting Wezep. En wij gaan rechts de Hessenweg op. Herhaling van deze mededeling. Hier zitten we op de Hessenweg. Dit is normaal een doorgaande weg naar Zwolle toe. Of naar Hattem eerst maar. Sorry, Hattem en dan naar Zwolle toe. Hier zat trouwens nog een carport Hattem. Mooi gebied trouwens om ook te gaan wandelen, motorrijden, fietsen. Dat is mooi gebied. Dan zit je vlakbij de Leemkuilen. Ja, de Leemkuilen is eigenlijk gewoon een grote kuil. Hier is afslag Vuursteenberg aan de linkerkant. En rechts is de Wachtelenbergweg. Hier beginnen al wat vrachtwagentjes te komen, ja, want hier zijn ze straks bezig met de weg. Hier is de vierakker, rechts. Hier zit nog KB Nijster. Ik lees nog alles via Google Maps. Zit nog steeds op de Hessenweg. Ook nog een rijschool, Lisa Groos zit hier nog. Duistersteeg hier aan de rechterkant. Erika Hair Fashion zit hier nog. De CTZ zit hier nog. Ik heb geen idee wat dat betekent. Kijk, en hier zijn ze dus lekker met de weg bezig. En ze zeggen van ja, ik wist het niet. Nou, er staan al genoeg bordjes aan de kanten. Dat er wegwerkzaamheden hier zijn. Hier moet ik even wachten voor een stoptollend zijn. Zo, dit stukje doen we even versneld. Nog steeds is het stoplicht rood. Moet er trouwens nog een busje afslaan. Strakjes. Daar is het busje. De laatste twee auto's gaan best rood. Kijk maar, plop. Groen en nu pas voorbij. Top. Oh, oppassen voor die bouwvakkers. Dag meneer de bouwvakker. Hoi. Hier is nog een snackbar aan de linkerkant. Dan mag ik eigenlijk rechtdoor rijden. Nou, als je dan deze weg rechtdoor blijft doorgaan, dan kom je weer terug op die doorgaande weg naar Zwolle toe. Hier is het trouwens nog aan de rechterkant de gereformeerde basisschool GBS. Maar nu kies ik ervoor om naar links te gaan. Links zit trouwens ook nog de apotheker, Hattem, en nog een tandheelkunde. Maar ik ga dus niet rechtdoor, maar ik ga links. Ja, want ook die zijn ze weer met die weg bezig.
Is het nog een Albert Heijn? Voor degene die in Hattem zijn en nog zoeken naar een winkel. Ja, hier zit hij. Een Albert Heijn. Jawel. Zit nu trouwens op de Vechtstraat. Wat zit hier nog meer in deze straat? Hier zit ook nog Magnolia Tuinontwerp. Natuurlijke tuinen. Ook hier zijn ze met de weg bezig. Nou, zijn ze net klaar, denk ik. Hier ga je de burgemeester Bijlerveldsingel in. Aan de rechterkant. We gaan rechtdoor. Voor je zie je al de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Had hem. Vechtstraat. Nu draaien wij op de Walstraat. Dat is hier zo. Ja, nu weet ik echt niet meer waar ik nou ben. Ik was een beetje verdwaald. Dan denk ik, voel maar hondenbotjes. Hier draaien wij de Redem Akkershoeve op. Is het nog Marjoleins voetverzorging? Ja, hier ben ik echt helemaal verdwaald. Denk, nou goed, ik volg maar de bordjes doorgaand verkeer. Hier is echt nog iets van een kasteelachtig pand hier al. Ziet er wel leuk uit. Klein villa-wijkje. We rijden nu op de Heisdijk. Nog steeds. Even straks de vrouwelijke postbode voorbij rijden. Niet inhalen in een bocht, Kasper. Heel goed. Terug. Zo, en nu er voorbij. Heel goed. Heisdijk is dit dus. We gaan eens even kijken wat hier allemaal zit. Hier nog aan bedrijven. Hier zit nog een stoffeerbedrijf van de Kolk TGJ van Hattem. Studiebegeleider. Begeleiding, sorry. Hier gaan we het spoor over. Spoorlijn naar de richting Amersfoort. Hier zit ook nog de Jong Hattem Caravans, camper en vouwwagens. En hier is er nog Veluwekamp Bedrijven BV. Hier draaien wij weer een weg op. Namelijk de Zuiderzeestraatweg. Rotonde, dus gelijk rechts. Dan gaan we onder het spoor door. Naar de richting Lelystad. Hier zitten we dus nu weer op de Zuiderzeestraatweg. OL Vrouw ten Hemel opening. Opneming, sorry. OL Vrouw ten Hemel opneming. Zit hier straks nog aan de rechterkant. Dat is een kerk. Een katholieke kerk. Trempeltje. En hier zit dus aan de rechterkant die kerk. Dan komen we straks weer bij een kruispunt aan. Dat is het kruispunt. Dan ga je rechts weer op de Gelderse Dijk. Dan ga je weer richting Hattem. Links ga je naar Zalk. The place to be. Wij gaan rechtdoor weer richting Zolle. Over de IJsselbrug. De oude IJsselbrug. Nog even een rolvaartje die voorbij komt tuffen. Ja, stoplicht. Ik weet niet wie dat heeft uitgevonden heeft. Maar die mag voor mij wel. Hè? Ik zal het me niet daar hard op zeggen. Goed, voor je ligt die prachtige mooie ijsbrug alweer. Hier, een scooter. Hallo. Goed, dus rechts had hem. Links zal ik. Wij gaan rechtdoor. Over de oude ijsbrug. En daar aan de rechterkant zie je ook nog het bos, het Engelse Werk liggen. Ja, een bos, het is een park.
Maar met deze geweldige uitzicht gaan we stoppen met deze video. Want hier zijn we ook al de heren zo heen geweest. Dus twee keer is niet leuk. Zo, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like en share mijn video's. Word abonnee op mijn kanaal. Druk op het belletje. Kun je zien wanneer ik weer een nieuw video upload. Iedere maand, dinsdag, woensdag en de vrijdag. Dan heb je in ieder geval weer een herinneringetje. Ja, dit was het voor nu. De volgende video. Ik ga me net als het doen. Dag voor het kijken nogmaals. En de groeten. Toedels. Dag.